Robbie Sitperkaas Malu, voormalig NDP-parlementariër van het district Saramaka, is niet meer. Malu was gedurende 5 termijnen lid van de Nationale Assemblée van circa 1987 tot en met 2010. In 2011 was er onrust rondom de benoeming van de lokale kandidaat Arun Kumar Ramdani voor de functie van districtscommissaris, terwijl hoofdbestuur Roline Samsudin was aangedragen. Nadat Samsudin de strijd om het voorzitterschap in 2012 ook nog eens in een interne verkiezing verloor tegen Clifton Korendijk, schoof het hoofdbestuur in Paramaribo Malu in 2013 naar voren als politiek leider van de NDP-afdeling Saramaka. Malu was nog voor het laatst in 2015 lijsttrekker op de lijst van de NDP. Robbie Malu laat zijn vrouw met 3 kinderen achter en werd 69 jaar. De uitvaart vindt plaats op vrijdag aanstaande. ATV wens de familie en de NDP heel veel sterkte toe.